Ik sta nu in Den Bosch en het is echt een hele spannende dag. Kun je met ons delen wat jou... Hoe is het jou eigenlijk gelukt? Living in een actie. Het is vandaag maandag, het is de tweede paasdag. Ik heb mijn paasbeste pakje aan, want we gaan brunchen met alle vriendinnen en vriendjes. En we hadden een beetje voor de grap een soort dresscode bedacht. Op je paasbest pastel was de dresscode. Dus dit is wat ik aan heb. Ik heb dit nieuw. En gewoon lekker, oh, ik word helemaal vrolijk. Yes, de lente komt eraan. Vrolijke kleuren. Kettingjes heb ik ook nieuw trouwens, die zijn van My Jewelry. En ja, dit is wat ik aan heb. Dit is ooit van een mango. Dit is van... Hoe heet het nou? God, ik weet het niet meer. Schat, hoe heet dat leuke merk uit Parijs ook weer? Dat is ook iets in de... Ja, dat. Broek is van H&M. Schoenen zijn van ETQ. Let's go! Ik heb honger. Ik heb honger. En deze heeft ook... Zo, hallo. Kijk, we zijn weer even gegroeid. Ik ben nu 27 weken. Ik ben officieel vandaag het derde trimester ingegaan. Maar ik voel me goed. Yes. Kijk, mijn allerliefste man die doet net even van zulke het roze jasje aandoen. Maar Jorg is zo... Het roze jasje. Het roze jasje. Dit is een trouwjasje. Dit vind ik heel leuk staan. Ik zeg trek aan, maar Jorg vindt dat het nog echt niet kan. Nee, niet nog echt niet kan. De combinatie van dit jasje qua stof met deze broek. Dit is zomer. Hartstikke dun. En dit is winter. Ja, dat zijn de issues van Jorg. Ja. Dat zijn geen issues. Dat is gewoon... Ja. Persoonlijk denk ik echt, waar heb je het over? Een witte wollentrui aandoet met een zwembroek en slippers eronder. Kijk, dit is dus hoe het is om met een echte fashionista man te wonen. Nee, dat is bullshit. Nee. Dit is een fashionista te maken, is gewoon... Jawel, je bent gewoon een pietje precies met je kleding. Dit is ook heel mooi. Maar ik snap wel wat je zegt, wol, ja, ja. Oké. Okay. Maar ik word gewoon heel enthousiast van roze, dat begrijp je toch wel? Ah joh, dat ziet toch niemand. Gewoon een hand doen. Eet smakelijk! Fijne paasdag! Living a life full of trouble and love can only make it double. And everything I do is a whirlwind spinning me round. So I'm more confused. Oh, me can't be with you. No matter what you say or do, it can't be. Ik weet niet of je kan zien, maar ik kijk helemaal scheel. Ik heb net echt de beste massage van mijn leven gehad. Bij de RAP. Een zwangerschapsmassage, maar echt zo'n goede massage. Dat ik denk dat ik nog voor eeuwig scheel zou kijken. Echt super geweldig. Echt een aanrader. Ik zat ook echt tijdens die massage te denken van elke persoon die masseur is, die zou bij Dena langs moeten gaan. En een massage moeten nemen, want dat is een massage. Jezus. Ondertussen is Jorg dolgelukkig en aangezien deze vlog over geluk gaat, gaan we nu laten zien waar dit over gaat. Die zijn net binnengekomen. Deze zijn als ze echt net geboren is en deze zijn als ze ietsje ouder is. Denk ik. Hij heeft het zelf geshopt. Je kan ze terreeds op lopen. Dit is gewoon echt... Schat, zie je nou hoe leuk het is om dingen voor de baby te shoppen? What? Dat heb jij nog helemaal niet zelf gedaan. Dit moet de sleutel hangen later. Dit zijn echte schoenen. Echte schoenen van een echte baby. Je kan ze gewoon echt op lopen. Op dinsdag zijn we gewoon thuis aan het werk, maar niet alleen. Nee, met Eline. Eline is mijn vriendinnetje uit Londen. Die hebben jullie denk ik wel gezien toen ik in Londen was, in mijn Londen vlog. Eline, ik wil even jou voor de camera, want jij bent, ik ken je natuurlijk al, ik voel 10 jaar of langer. Mm-hmm. We zijn echt samen begonnen ooit als actrice en we hadden allemaal dromen en we gingen Amsterdam veroveren en zo. Inmiddels woon je in Londen en ben je in Londen aan het veroveren. Even een shortcut, Eline die is dus actrice, maar ook... producenten, je maakt films en video's, vooral comedy. Mm-hmm. En het is je nu gelukt om Miss Holland. I'm looking for a bitches man to marry. Okay. You want to? Hello, I'm Miss Holland. En nu is het jou gelukt om jouw serie die je eerst voor YouTube maakte op de fucking BBC uitgezonden te krijgen. Kun je met ons delen wat jou, hoe is het jou eigenlijk gelukt? Want ik ken je natuurlijk, je bent al jaren hiermee bezig. Ja. Maar het is je toch gelukt. Dus hoe heb je dat gedaan? In een notendop. Actie. Ja, vijf jaar lang. Vijf jaar lang ben ik ermee bezig. Ja. Eerst heb ik het op Dailymotion gezet. Dat is een soort andere YouTube. Ja, toen heb ik het op YouTube gezet.
En toen heb ik het op Makers Channel, dat heet nu My Channels, gezet. Mm-hmm. En uiteindelijk, na jaren, toen ben ik met hele goede adviezen van jou en Jorg, heb ik toen een afspraak gemaakt met een van de topproducenten bij de BBC. Heb ik gewoon een e-mail naar gestuurd. Ja, dat heeft ze dus gewoon gedaan. Hè? Dus dat is best wel iets spannends. Gewoon dat je denkt, fuck it, let's do it. Wat stond er in die brief? Want ik kan me voorstellen dat ze de hele dag door brieven krijgen. Waarom hebben ze jou niet uitgenodigd? Nou, je moet ook gewoon geen schaamte hebben en niet te lief ook doen. En toen zei Jorg heel goed van, ga niet vragen of je nou even koffie kan gaan drinken met ze. Want iedereen vraagt even of ze koffie willen drinken. Nodig ze uit voor een mooie lunch. Dus ik zei, it will be an exquisite lunch. En dat heb ik toen gedaan. Even gespaard, want ik had geen geld. Ja. En toen heb ik een hele mooie lunch betaald voor die producent. En ik zei, joh, betaald. Ik heb hem meegenomen om te lunchen. En toen zei ik van, dit is wat ik wil doen. Kan dit. En dus je hebt eigenlijk gewoon een voorstel meteen neergelegd. Ja. Dus dat niet, je hebt het eigenlijk heel mannelijk aangepakt. Dus niet eerst van, let's chat around en laten we van elkaar leren kennen. Maar gewoon meteen, boom, dit is wat ik wil. Boom, dit is mijn voorstel. Helemaal voorbereid. Kan je hier wat mee? En toen ben ik nog meer. En helemaal voorbereid, hoe bedoel je dat dan? Wat had je dat ik gewoon echt al een idee in mijn hoofd had wat ik uit die meeting wilde halen. Dat ik niet daar zomaar op de Bonnefoy heen ging. Nee, daar hebben we toen ook heel erg over gehad. Van wat is je outcome? Dus waarmee, met welk doel ga je meeting in? Ja. En want je had het natuurlijk al. Miss Holland bestond al, een deel tenminste. Ja. En ging je dan ook meteen bijvoorbeeld over geld praten? Of hoe heb je dat Nee. Of meer van, what's in it for meer them? Ideeën. Ja. Want ik zit natuurlijk in de industrie van ideeën. En ze zeiden van, ja, eigenlijk, daar zit misschien wel wat. Vind ik wel leuk. Ja? Toen ben ik nog verder rond gaan kijken met, want dit was mijn eerste show met BBC, was Putting It Out There. Dat is eigenlijk nog voor Miss Holland. Toen ben ik nog gaan kijken of BBC 3, welk kanaal binnen BBC dan geïnteresseerd zou zijn aan. Toen hoorde ik dat BBC 3 dat misschien leuk zou vinden. Toen ben ik teruggegaan naar de producent van, luister, volgens mij kunnen we het bij BBC 3 pitchen. En toen heeft hij mij uitgenodigd om samen met hem dat eerst te gaan pitchen. En toen kwam daar toevallig Miss Holland dus langs. En toen zei het hoofd van dat BBC kanaal van, oh, maar dat vind ik ook wel leuk. Laten we dat ook maken. Ja, want inmiddels maak je nu allemaal andere producties ook voor de BBC. Gewoon in opdracht van en betaald. Ja. En word je daar een beetje gelukkig van? Ja, ik vind het heel erg, weet je, ik ben niet zo goed eenzaam. Dus ik zeg altijd, ik betaal gewoon mensen om mij de hele dag gezelschap te houden. Zet een heel team nu inmiddels. Hoeveel mensen zitten er nou bij jou op kantoor? Ja, dat gaat op en neer een beetje tussen de 5 en de 10 man. Mag je al vertellen over je nieuwtje eigenlijk? Ja, dat mag. Ja. Nou, vertel maar. Het komt ook in Nederland op televisie in de zomer. Ze heeft nu dus gewoon een deal met de NPO. Die haar dus betaalt voor haar serie om het hier uit te zenden. Ze heeft net een interview gehad met de radio, met shownieuws. Ze wordt voor RTL gevraagd. Dus ik vind het echt heel grappig. en leuk, want dan vliegen ze steeds hier. En dan komt ze hier logeren in mijn woonkamer. Dat dan wel. Ze gaat niet in een dik hotel. Ze gaat gewoon op het luchtbed. Hey, Sally! Ja, gezellig. Nee, leuk. Dankjewel. En allemaal eigenlijk door jullie advies. Maar je hebt het zelf gedaan. Je moet het ook zelf doen. Ja, maar ik was een beetje aan het kutten met wat mindere producenten. En je moet gewoon met de best. Als jij denkt dat iemand goed is, moet je daar gewoon mee. Ja, je moet gewoon aim for the best. Dat is het. Gewoon en lef hebben. Ja. Mooi. Het is dinsdagavond en dit is de situatie. Okay, Google, turn off the lights. You got it, turn off the lights. Yeah! Welterust, tot morgen. Ik zit in de wachtkamer bij de verloskundige met een heel team van mensen. Hallo. We gaan met z'n allen. Papa Jorgen, voor Papa Jorgen is niks bijzonders, maar... Ja, jullie hebben natuurlijk nog nooit zo'n echo gezien tot dit. Want hoe deden ze dat vroeger? Wat zag je dan? Zag je alleen een vlek of zo? Ja, alleen maar foto. We doen ook foto. Oh, ja, bewegend beeld ook niet. Je moest echt heel goed kijken. Heel even, maar je zijn allemaal niet zo heel goed hoor. Nee, dus dan gaan jullie snoekie zien. Ik ben wel heel benieuwd. Ja. You make me smile like I don't wanna know where all the stars fall out as we grow. I left the rest 'cause I love all that you do. Hi, het is vandaag donderdag en dit is echt een hele spannende dag. Ik sta nu in Den Bosch en ik ben gevraagd om mee te werken aan een hele bijzondere samenwerking. Namelijk
Ik ben gevraagd om voor Frette La Bretonnière. Dat merk ken je misschien wel van de mooie schoenen, tassen en portemonnees. Om daar een samenwerking mee aan te gaan. Samen met nog twee andere vrouwen. En dan mag ik 1 paar schoenen designen en 1 tas. En ik vind het zoiets bijzonders dat ze me daarvoor vragen. Het is toch een beetje een meisjesdroom of zo, I guess. Of ik weet niet. Het is gewoon heel... Ik weet niet zo goed hoe ik dit moet zeggen. Maar het is gewoon heel... Ja, je bent natuurlijk heel erg vereerd. Ik vind het ook heel erg leuk. Het is een merk wat me heel erg bekend is. En waar ik ook meerdere spullen en schoenen van heb gehad. En ja, dat ze mij dan weten te vinden. Weet je, ik ben geen fashionblogger of zo. Dat vind ik... Ze wilden juist heel erg krachtige vrouwen die ook anderen willen inspireren. En die ook gewone vrouwen zijn. Van gewoon Nederlandse vrouwen. Niet van die fashionistas die alleen maar Gucci en Prada aan hebben. En we zijn nu in Den Bosch. En dit is vandaag de eerste dag, de eerste designdag. We krijgen eerst een kennismaking, een rondleiding hier op het hoofdkantoor. Om echt erin te duiken in het merk. En... daarna ga ik aan de slag met het designteam. En ik heb wel een moodboard en zo gemaakt. Maar ik heb nog niet een design af of zo. Ik heb heel erg pressure. Voel ik dat ik het idee heb dat ik dat nu moet hebben. Maar dat is helemaal niet zo. Dus ja, ik heb gewoon heel veel zin in. The love and before the final shows up. En natuurlijk ook. I left the rest cause I love all that you do. Presentatie gehad over het merk en wat het inhoudt. We zijn nu even in de showroom om te kijken wat de huidige collectie is in de komende collectie. Dan krijg je natuurlijk nog meer gevoel erbij. You keep on fighting like you have no brothers. Please let me hold you like the war has just ended. I left the rest cause I love all that you do. Thuis. Wow, het was echt een hele leuke dag. En ik heb een cadeautje gekregen en die ga ik nu Jor geven. Hallo. Hallo. Daar is ze weer hoor, de designer. De designervrouw. Hey, we hebben een heel lief cadeautje gekregen. Oh. Die ga ik even... Van Fred. Van de mensen. Van Fred zelf? Nee, van de mensen bij Fred. Tada! Hallo. Deze wow. Openmaken. Mijn buik is echt huge. Ja, die mag je ook openmaken. Ik zie al wat het is. Leuk, hè? Heel leuk. Wat super grappig. Ik liep daar de deur in. Ik had helemaal mezelf geprept in de auto van yes. Ik ga me helemaal overgeven aan de inspiratie. En ik ga me laten inspireren door hun stoffen. En ik dacht van, nou weet je, dat team... Dat heeft al wel een idee. Dan gaan ze gewoon op mij plakken, weet je wel. Dat was een beetje vooroordeel wat ik had. Maar ik mocht echt alles verzinnen wat ik wilde. Oh, cool. Dus dat was ook wel heel spannend. Want ja, je mag maar 1 paar schoenen en 1 tas. Dus je wil dan ook wel een soort van... Het moet goed doen. Het moet goed en je mag niet falen, weet je wel. Dat idee. Want ja, ze vragen mij hiervoor. Ja, dus mijn egootje die... Goedemorgen. Mijn ego die kwam ook even lekker om de hoek kijken. Maar ik heb elke keer gedacht van... Nee, dit is echt een ego gedacht. Ik zet dit even aan de kant. En ik ga me gewoon echt overgeven aan het moment en aan de gesprekken en aan de leuke mensen. En het was echt een heel leuk team. En uiteindelijk is het gelukt. En ik had nooit van tevoren kunnen bedenken dat het zo zou worden qua materialen. Want ja, ze hadden gewoon allemaal materialen liggen daar. En ik had eerst een schoen die was af. Ik was helemaal blij. En ik dacht yes. Maar die tas moet er wel een beetje bij passen. En die paste er echt geen meter bij. Dus heb ik die hele schoen weer losgelaten. Heb ik gewoon iets totaal anders bedacht. En nu... wordt het gewoon gemaakt, hè? Nou jongens, het gaat in deze vlog een beetje van de hak op de tak. Het gaat van ego-denken naar interieur. Want zoals jullie weten, de mensen die trouw mijn vlog kijken, was ik op zoek naar een ultiem tafeltje. Een tafeltje van 60 centimeter hoog. Ik kon het alleen nergens vinden. Ik heb echt met jullie het hele internet afgestruimd. Ik heb 100 reacties gekregen met links. Dankjewel. Maar al die tafeltjes waren lager of anders. En toen kreeg ik ineens een mailtje van Joep. En Joep zei, ik maak hem voor je. Het is heel bizar. Want zijn vriendin kijkt naar mijn vlogs. En nu is hij hier. En het tafeltje ook. Ik zal eerst Joep even filmen.
Hallo Joep! Hallo! Joep, ja, ik vertel net dat je me zo blij hebt gemaakt dat jij gewoon zei, ik ga een tafel voor je maken. Ja. Joep is meubelmaker. Doe even een shout-out naar jou. Hoe kunnen mensen jou vinden als je... Op Facebook, op Joep van Griensven. En op Instagram ook, bij Joep van Griensven. Nou, ik vind het helemaal te gek. Superleuk. Ja, je ziet me stralen. Nou, het is nog niet afgesteld, maar dit is het tafeltje. En dit is de perfecte hoogte. Tadadada. Ik ben er helemaal blij mee. En ook met twee verdiepingen, want dat is zo leuk. Dan kan je zo werken met... Ik heb zomaar even een random boek gepakt, maar... Of een kist, weet je, die kabels gaan we wegwerken. En waar het mij dus om ging, alle bijzettafels zijn dus laag. Echt zeg maar zo. Ja, zo of het wordt meteen zo'n hele hoge. Nou, hoog is natuurlijk een beetje gek, want dan kijk je erin. En laag, ja, dan verdwijnt die volledig achter de bank. Dan heb je helemaal niet meer dat je vanaf hier denkt, hey, wat een leuke spulletjes komen daar. Dus ja, dat is hoe ik ermee bezig ben geweest. En je zou er maar druk mee zijn, je zit me uit te lachen. Nee, want ik vind het heel tof. Maar gelukkig neemt Joep mij wel serieus. Het is een erfstuk van mijn oma, die kan goed bij dat zwart. Ja, ik vind dat zwart stoer en leuk en dan kan je het weer wat zachter maken met... Wat je erop legt. Nice, mooi dienblad van hout bijvoorbeeld. Soort... Joep, you made my day. En hij was al zo goed met dag, maar hij is nu nog beter. It's Friday night. Nou, ik ga nooit meer borrels drinken op vrijdagavond. Dat is echt wel boring. Ik zit nu in mijn slaapkamer. Ik ben nu dit aan het editen, wat jullie nu net hebben gezien. En het is wel grappig, want ik zie dit en ik denk, het lijkt net of ik alleen maar leuke dingen doe en nooit aan het werk ben. Alleen, ik vind het zo boring om te filmen dat ik gewoon achter de computer zit. Want dat is natuurlijk gewoon wat er eigenlijk bijna elke dag gebeurt. Als ik niet in bed lig. Maar nee, het was wel een leuke week. Lekker uit mijn comfortzone. Ik merk dat, ik probeer het natuurlijk af te bouwen allemaal. Maar er komen ook weer allemaal klussen binnen dat ik denk, ja, daar moet ik wel ja tegen zeggen. Dus dat doe ik dan ook. Dus het wordt een beetje spannend allemaal of ik het voor mijn verlof ga redden. Ik ben wel al minder geluksvideo's aan het maken. Zoals je ziet, ik doe het nu om de week. En dat ga ik steeds verder afbouwen tot mijn verlof. Dan maak ik helemaal geen extra video's meer. Alleen nog de vlog. De vlog die gaat door. Want ja, dit is toch wel zo'n bijzondere periode in mijn leven. Dat moet ik delen. Ik ben sowieso zo'n deler. Soms dan denk ik van, nou, nu ga ik even niet vloggen. En dan lukt het me gewoon niet. Maar... Dit weekend ga ik niet vloggen. Ik ga dit weekend even gewoon lekker social media af. Volgend weekend wordt weer heel leuk allemaal. Dus dan neem ik jullie sowieso wel weer mee. Maar dit weekend hou ik het rustig. Dus dit is het einde van de vlog. Dankjewel voor het kijken. Doe dit of zo. Druk op die knoppen allemaal. Op dat rode knopje abonneer. En ik hoop je volgende week weer te zien. Ik wens je een mooie week. Ciao, ciao. Living a life full of trouble.